Nou, welkom iedereen tijdens deze webinar. We willen tot ongeveer 2 uur aan de slag met Metaswap en Metaswap database. Zoals jullie zien gaat het over 2 onderwerpen. NAI heeft ons gevraagd om aan de slag te gaan met handmatige kalibratie om die automatisch te automatiseren. En 2 was eigenlijk het maatwerk waarin we aan de slag zouden kunnen gaan met aanpassingen richting de database. Op basis van bijvoorbeeld aanpassingen in schematisatie van de bodemeenheden. Ik doe dit samen, mijn naam is Marco Arts. Ik doe dat samen met Paul van Walsum. Wij nemen jullie mee door de wijzigingen die allemaal zijn doorgevoerd. We hadden in de aankondiging staan dat jullie wat files zouden kunnen downloaden. Dat hebben we voor gekozen om dat niet nu al te doen, maar na deze webinar zijn deze files down te loaden op de FTP-server. Waarbij we eigenlijk de voorbeelden die we vandaag bespreken uitgewerkt hebben. Ook de presentatie komt op de website van Stillwater te staan. En verder zullen we een toelichting geven in het nieuwe document van modelcodes en de koppeling vanuit het NAI. Dus daar zal ook een en ander in beschreven staan. Deze webinar wordt opgenomen, dus ook de opname van dit webinar is straks terug te vinden op de Stillwater site. Paul, wil je de volgende dia doen? Waar we het vandaag over hebben is kort even over Metaswap en de database. Hè, redenen waarom de veranderingen doorgevoerd worden en de verandering van de kalibratie op Swap. Vervolgens komen we op het maatwerk van de database uit. Ook daar nemen jullie je mee in een voorbeeld. In het voorbeeld wat je zou kunnen downloaden, kun je in principe aan de slag met dat maatwerk, wat we vandaag ook in de sessie zullen voordoen. En uiteindelijk, wat komt er dan uit? Paul heeft een soort van testbank gemaakt die je zou kunnen gebruiken om te kijken wat zijn dan de resultaten van eventuele veranderingen van die database. En uiteindelijk is er straks mogelijkheid om vragen te stellen. We zouden het fijn vinden om vragen achteraf te stellen. Dus voorstel is om eerst de presentatie door te lopen en straks de vragen te stellen. Stel die dan in de chat of in de vraag en antwoord. Daar komen we daar straks op terug. Paul, aan jou het woord. Hartelijk dank voor de intro, Marco. Het trekpunt van Metaswap is ook de Richard-vergelijking. Een lastig ding. En in Metaswap pakken we hem aan door die partiële differentiaalvergelijking op te delen in 2 gewone differentiaalvergelijkingen. Eentje voor de steady state profielen. En in die andere doen we de waterbalans, waarbij we aan het knippen en plakken zijn met die profielen. Het heeft het nadeel dat je dus een database moet maken. En dat maakt een drempel voor de gebruiker. En het is het hele idee van dit project om te kijken of we die drempel ook omlaag kunnen krijgen. Hier zie je wat voorbeelden van die profielen, van die opstijgingsprofielen. De 0, dat is de evenwichtsprofiel. Hier heb je de percolatieprofielen en opstijgingsprofielen. Die worden omgezet in een functie, van die metafuncties. Een gemiddelde, als functie van de gemiddelde drukhoogte in de wortelzone en de grondwaterstand. En daar wordt mee, die zit in die database. Nou, wat ook heel belangrijk is dat er geaggregeerd wordt in Metaswap vanuit die fijne grid. Hè. Dus het voordeel van die preprocessing is dat je dus die schematisering heel fijn kan houden, waardoor je gewoon de numerieke fout als gevolg van de doorlatendheidsmiddeling, dat je die eruit krijgt. Maar voor het verdere verwerking gaan we gewoon aggregeren. En dat lukt goed bij die waterbalansen. En dan maken we bijvoorbeeld hier voor de wortelzone ook een soort metafunctie van de berging erin. Dus berging als een functie van de gemiddelde drukhoogte in de wortelzone en de grondwaterstand. Oké, hoe maken we die database? Nou, het zijn gewoon een hele hoop berekeningen. Een hele hoop wortelzone-dictes, bovenrandvoorwaarden, onderrandvoorwaarden. En die worden dan allemaal opgeslagen. En verwerkt dus tot die metafuncties. Ja, maar daar is de kruis nog niet mee af, want je kunt daar nog niet helemaal een mooi model bouwen. Nu moet ik je wel zeggen, de allereerste versie van Metaswap had helemaal geen verdere kalibraties op Swap. Dus dat was natuurlijk wat minder nauwkeurig. Op een gegeven moment is dat na 5 jaar de recirculatiediepte ingekomen.
En nu ook alweer 5 jaar geleden hebben we ook nog een calibraties voor gewasopname en bodemverdamping geïntroduceerd. Nou ja, je moet je altijd afvragen met calibraties van ja, wat zie je als de, waar varieert het over, hè? Dus de variabelen. En ga je ze allemaal tegelijk doen. Hè? Dus je kunt gewoon zeggen van nou, ik heb gewoon het ene uiterste zeg je van nou, ik heb gewoon 3 variabelen die ik ga kalibreren en dan gewoon eerst die, dan die en dan die. Het andere uiterste is dat je zegt van nou, die zijn allemaal bodemafhankelijk en we gaan ze allemaal tegelijk kalibreren. Dus dan heb je 1000 variabelen die je in één keer moet kalibreren. Nou, laten we gewoon even aan het werk gaan, dan zien we wel vanzelf waar we uitkomen. Kijk, dit is dat van die recirculatiediepte. Dat is, ja, als je een profiel hebt met een diepe grondwaterstand, dan heb je gewoon water dat percoleert, maar dat ook gewoon via niet-stationaire effecten teruggehaald kan worden. En daar heb ik ook samen met Joop Kroes een artikel aan gewijd. We hebben daar gerekend met SWOP ook, om te laten zien wat het belang is daarvan, van überhaupt van opwaartse stroming. Ja, en daar loop je toch nogal wat weerstand aan internationaal, weet je. Dat is hele opwaartse stroming, dat is toch heel erg Nederland, krijg je dan de indruk. Goed. In Metaswap heb ik een heuristische methode om een soort diepte te berekenen van de diepte van de recirculatie. En die kalibreer ik. Dat is allemaal geautomatiseerd. En kijk, de wisselwerking met die andere parameters, dat is gewoon weinig. Omdat dit gaat gewoon om de ondergrond, de capillaire opstijging, puur bodemfysica eigenlijk. En hier heb ik dus voor die 370 eenheden van het NAI, heb ik dat die dikte gekalibreerd. Dan zit je ergens tussen de 2 en de 3 decimeter. Bij grof zand heb je natuurlijk heel weinig recirculatie, want dat is gewoon natuurlijk, dat stijgt niet op. En bij die leemgronden zijn gewoon de uitschieters die hebben het maximaal. Dus dit kan heel goed apart. Het is altijd zo gedaan en dat blijven we ook zo doen. Nu, eerst even over die gewasopname. Waar gaat het dan daarom? Nou, het probleem met die profielen in die database is dat ze de neiging hebben, zeker als er ondiepe grondwaterstand is, dat ze heel erg sterk verloop hebben en dat er bovenin heel erg sterk uitgedroogd is. En als je dat dan gaat vergelijken met SWOP, dan zit daar gewoon vaak gewoon, ja, daar zit gewoon een geschiedenis in van neerslag en zo. Dus dat is gewoon, als je dan puur deze steady state profielen zou gebruiken voor die gewasopname, dan kom je gewoon te laag uit met je gewasopname. Dus wat heb ik erop bedacht? Ik neem ook nog een tweede profiel mee. En dat is namelijk het profiel wat ontstaat bij dezelfde hoeveelheid water en een hele diepe grondwaterstand. Nou, dan krijg je gewoon een hele gelijkmatige verdeling van het vocht in de wortelzone. En ik maak dan een weging tussen de steady state profiel en die. En die haal ik ook uit de database natuurlijk, want die zit er gewoon ook in bij een diepte van een grondwaterstand van 5 meter. Nou, en de gewogen gemiddelde is dat het PRZ-alpha, waar de droogtestress mee wordt berekend, dat is dus deze. En de calibratieparameter, dat is deze FPRZ-uni. Nou, nu is het de vraag van hoe ga je die calibreren? In 2018 heb ik dat gewoon voor alle bodemheenheden apart gedaan. Daar komen we zo op. Nu de reductie van de bodemverdamping. In SWOP wordt de boosting procedure toegepast. Dat is een beetje ook een heuristieke methode. Maar je moet hem toch gewoon complementeren met een Darcy berekening bovenin. Dat is natuurlijk wel, ja, met een drukhoogte van min 1,75 kilometer in de atmosfeer. Het is natuurlijk niet je dat, maar je moet wat. Hè? Dus dat is gewoon op zich beter dan niks. Maar Metaswap, ja, hoe kan ik dat nabouwen? Nou, die boosting procedure, dat is bij simpele administratie, dat lukt wel. Maar ik heb natuurlijk niet een Darcy-vergelijking, die kan ik niet verzinnen voor het bovenste compartiment. Dat gaat niet lukken. Dus ik heb al iets anders bedacht. Ik heb gewoon gekeken naar de doorlatendheid bovenin. En ja, die hele gradiënt verder vergeten. Ik heb gewoon een parameter geïntroduceerd, CEBS. Als die K groter is dan die waarde, dan is er geen reductie, is nat zat. En anders ga ik hem reduceren evenredig met die CEBS. Oké, nu is het de vraag van die gewasopname, die bodemverdamping, ja, die hebben eigenlijk best wel wisselwerking met elkaar. Dus dat is een beetje wat ik eerst in 2018 heb gedaan, is gewoon toch eerst die gewasopname te doen, want dat is het belangrijkste, en daarna die bodemverdamping. Maar goed, dat is toch, je kunt je afvragen of dat goed is. En eigenlijk is er een suggestie geweest van de begeleidingscommissie van kun je dat nou gewoon niet anders aanpakken, gewoon wat simpeler. Nou, dat heb ik opgepakt. En ik ben nu meer gaan focussen op die wisselwerking tussen die gewasopname en die bodemverdamping. En daarbij heb ik gewoon niet voor alle bodemeenheden een parameter gedefinieerd, maar gewoon eentje. Eén voor het hele model van die en één van die. Gewoon geprobeerd om te kijken of je dan een goede calibratie kan krijgen. En je weet gewoon nooit hoe een koe een haas vangt. Dus, daarvoor heb ik een testbank met 370 losse kolommen, al die bodems, van die SCR 654 aardappelen met een maximale diepte van 50 centimeter. Een goede ontwatering, natuurlijk op diepte van 1,5 meter, dus dat is echt wel een behoorlijk verdroogde grond. Een Jarvis parameter, zoals ook bij WWL wordt gebruikt, en dan 40 jaar.
Oké, wat is de, hoe is de werkwijze geweest? Ik heb dus die eigenlijk maar twee parameters gecalibreerd. Daar heb ik een soort matrixje van gemaakt om alle combinaties te proberen. Heel simpel, handmatig. Ik doe dat calibratie aan de hand van het langjarig gemiddelde. En ik kijk uiteindelijk wat het waard is aan de hand van het extreem droge jaar 76. En ja, wat is nou, je moet natuurlijk wel van tevoren een beetje een criterium hebben van wanneer ben ik ermee tevreden. Nou, voor het langjarig gemiddelde zeg maar 5%. En 76, dat is natuurlijk een heel ruig jaar. Dan hebben we gewoon aangehouden 10%. Nou, wat kwam eruit? Dit zijn de 0,9, dus hij zit dus heel erg dicht tegen dat profiel met een diepe grondwaterstand. Het is natuurlijk gewoon even een astronomisch bedrag als die 1,75 kilometer. Dat zegt natuurlijk weinig. En wat waren de kenmerken? Kijk, je moet vooral kijken natuurlijk naar de root mean squared error, want daar wordt dus in feite gekeken over de bodemeenheden heen, wat de variantie is. En die straft dus het meeste afwijkingen af. Als we even kijken naar 76, dan zie je vooral dat die interceptieverdamping, nou dat is de enige die er een beetje uitspringt. Blijft nog steeds binnen die 10%. Waarom springt die eruit? Meer dan de T-act? Nou, dat komt omdat die interceptie, dat is echt heel erg één op één gekoppeld aan de gewasontwikkeling. En daar is gewoon de potentiële en actuele waarde is gewoon hetzelfde. Maar bij die 2-act, daar zit eigenlijk ook nog de bodemvocht tussen als buffer. Dus op een gegeven moment, heb je gewoon een gemankeerd gewas, dan weet hij nog waarschijnlijk gewoon dat water uit de bodem te halen wat er beschikbaar is. Dus die is gewoon minder gevoelig voor de gewasontwikkeling. Dat verklaart dat in één keer dat daar verschil zit. Maar goed, je zit dus gewoon op afwijkingen, die zijn natuurlijk volkomen acceptabel en gezien alle andere onzekerheden. Dus ik dacht van, nou ja, dat zijn we in feite gewoon klaar eigenlijk met die calibratie. Hij is natuurlijk handmatig geweest, hè? Niet zoals de opdracht zei, geautomatiseerd. Maar wat moet ik, kijk, op deze manier heb je gewoon voor alle bodemeenheden van heel soort duinzand naar zware klei, heb je gewoon parameters gecalibreerd. En denk ik van, nou, dan zijn we gewoon klaar. Dus ja, dus dan hoef ik dat ook niet meer te gaan automatiseren, want ik zet dat gewoon als defaults in mijn code. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon onderdeel van het model. Dus ja, dat ruimt natuurlijk enorm op, hè, want deze calibratie was een flinke drempel extra om met die database aan de gang te gaan. Dus in ieder geval, wat dat betreft, voldoet dit aan de doelstelling van het project. Oké, hier heb ik nog even wat dingen gevisualiseerd, de afwijkingen over die bodemeenheden, dus die 370. Hier voor 76. En hier heb ik het gewoon tegen elkaar uitgezet. Gewoon absoluut. Dat is natuurlijk gewoon prachtig. Je ziet dus dat hoe droger het is, dan hoe meer onderscheidend dat is tussen die bodems. Dus je ziet het slechte grond hier de hele goede. Oké. Nu komen we bij de database, de systematiek van invoer. Oké, het gaat om bouwstenen. Aanpassing van bouwstenen, uitbreiding en een toepassing van aangepaste bouwstenen. Hier heb je de lijst van staringreeks. Je hebt een kop van een tabel. De onderkant van de tabel. Right. Waarom zou je die willen aanpassen eigenlijk? Nou, er zijn verschillende redenen voor. Je kunt op een gegeven moment zeggen van nou, het is allemaal leuk die data, maar het model heeft gewoon bepaalde afwijkingen en ik moet daar op een of andere manier via de data voor compenseren. Vind ik beter dan dat je het helemaal laat zitten en zegt van nou dat komt al een keer, weet je, dat als het model verbeterd wordt. Je moet de klant nu bedienen, je moet gewoon nu zien dat hij gewoon goede resultaten krijgt. Je hebt natuurlijk ook tekortkomingen in de data zelf en daar wil ik in ieder geval graag wat aan doen. En tenslotte heb je ook nog regionaal maatwerk voor lokale omstandigheden, bijvoorbeeld een ploegsel. Ja, dat wil je natuurlijk ook kunnen aanpassen. Oké. Even een paar voorbeelden van bestaande aanpassingen van de 30 stad bijvoorbeeld. Dat is juist gedaan om te compenseren voor het feit dat we geen hysterese in het model hebben zitten. En dan heb je met name beneden voor de grondwaterstand, als je hysterese zou hebben, dan zou je meer dynamiek krijgen. Dus om toch een beetje meer dynamiek te krijgen, hebben we die 30 stad vanaf 50 centimeter min Maaiveld vermenigvuldigd met 0,85. En dat geeft dus iets meer dynamiek. Je kunt even denken van wat je wilt, maar het is gewoon een manier. En dan die macroporiën. Kijk, het probleem met die monsters is dat ze natuurlijk gewoon, ja, die zijn toch een beetje selectief geprikt. Je gaat niet een ringmonster midden op een kleinscheur zetten. Dus er is gewoon een probleem met de monsternamen van heeft die macroporiën. Dus, en die zitten ook niet in de parametrisering. Dus we hebben gewoon al heel wat jaren geleden besloten om
dat te repareren door macropolen toe te voegen aan die bouwstenen. En 1%, 1 volume procent voor zand en klei, leembouwstenen en veen en klei 3 volume procent. Nou, dat is hier gedaan aan het laatste stukje, hè, dus de laatste centimeter. Dat is in stapjes van een millimeter gedaan. Daarmee kan je met name die kubische splines die losgelaten worden op die tabellen, die vliegen dan niet uit de bocht. Dit heeft nogal wat gevolgen, ook voor zuurstofstress. Ik heb een swapberekening liggen waarbij in één keer als je wel of niet die macropolie toevoegt, dan kan de helft schelen. En ja, het scheelt ook voor de droogtestress bij een kleigrond. Ja, dus als je 3 volume procent toevoegt en je hebt 50 centimeter grondwaterdaling, ja, dan is dat toch 15 mm extra beschikbaar. Dus het geeft macropolie extra, het is gewoon een extra potje water. Ja, en dan de KH-relaties. Daar ben ik tegenaan gelopen dit jaar, doordat ik een bug heb gefixt in mijn eigen model, wat betreft de percolatie. Toen ik dat fixte, kwam er in één keer heel veel runoff. Toen ben ik dat gaan analyseren. En dan liep ik er tegenaan dat die, vooral bij kleigrond, dat er een extreme niet-lineariteit is in de KH. Tegen verzadiging aan. Kijk, dat is 1 min verzadiging. Dus dat is ja. Nou, dat is sowieso voor mij praktisch onmogelijk dan om steady states te maken met iets wat in de buurt van die K-sat komt. Dat lukt niet. Nou, daardoor krijg je dus heel veel run-off natuurlijk. Maar ja, zoiets heeft natuurlijk ook een inhoudelijke component. Dit is natuurlijk gewoon, daar moet je wel zeker van je zaak zijn. Want dit heeft namelijk voor het model, ook voor swap, tot gevolg dat zodra er wat water aan bod is en er moet geperculeerd worden, dan moet hij naar verzadiging toe om het kwijt te kunnen. Want die doorlatendheid eronder stelt niet zoveel voor. Dus ja, waar het hier om gaat is, ik ben in de literatuur gaan kijken en het blijkt dus gewoon toch door Van Genuchten, die heeft dat erkend als een artefact. En dat eigenlijk gewoon gerepareerd moet worden. Maar meestal was dan de achtergrond daarvan de stabiliteit van het Richard model. Maar het heeft ook een inhoudelijke component. Weet je, en hij heeft ook in 2006 heeft hij een nieuw raamwerk gepubliceerd voor die parametrisering van met name kleigronden. En daar maakt hij niet alleen maar onderscheid tussen die matrix, dat is zijn oorspronkelijke formule. En hier krijg je dan je mesopodien. En daar gaat hij gewoon met piecewise linear functions bezig, weliswaar op een getransformeerde schaal. Dus dat is gewoon echt een ander raamwerk dan nu wordt gebruikt voor die parametrisering. Nou, ik heb daar uiteindelijk, ik heb daar gewoon een beetje zitten shoppen. Dus een online notitie geeft die aan welke bouwstenen dat dan zijn. En ik heb daar eigenlijk gewoon, ik ben gewoon kort door de bocht gegaan. Ik had gewoon geen tijd om het echt goed te doen. Je hebt hier gewoon die oorspronkelijke curve. Die gaat binnen de laatste 100%, 100ste procent van de vochtvolume gaat die van één keer factor 3 omhoog. Dus wat ik gedaan heb, ik heb dit hoekje gewoon afgesneden. En ja, tussen min 10 centimeter drukhoogte en 0, ja, dat zijn ook toch geen metingen. Dus ik dacht van, nou ja, wat ik hier doe, dat kan gewoon, ja, dat is gewoon een van de mogelijke opties die hier zou kunnen zijn. We weten het gewoon niet. Maar goed, dus heb ik dit even voorlopig gedaan. Maar ik vind dat natuurlijk gewoon veel grondiger aangepakt moet worden in het komende jaar, liefst. Oké, hoe hebben we dus die aanpassingen van die bouwstenen geïmplementeerd? Er is een bestand voor de omzettingen. Hè, dus je kan van de een naar de ander. En er wordt aangegeven in termen van theta-sat factor, macropores, k-sat factor. En dit is die modified Van Genuchten. Dus dat zijn de kolommen die feitelijk actief zijn. Die grijze, daar doen we gewoon even niks mee. Dus dit is een. En je ziet hier onderin, daar zie je dus die aanpassingen voor beneden 50 centimeter min maaiveld. Dus dat zijn dus die reducties. Dus dit is een belangrijk bestand. Nou, dan heb je de schematisering natuurlijk, die kan eventueel aangepast worden. Even zeggen van, doordat we toch erbij stilstaan, dat die schematisering was van kleigronden was in 2016 aangepast. Omdat er problemen waren met die droogtestress-simulatie. Maar dat is in de nieuwste editie van die database is dat wel teruggezet. Had ik eigenlijk al in 2018 terug moeten zetten, heb ik gewoon verzuimd, gewoon onderschat. Dus dat was een behoorlijke fout voor mij. Nou, hoe pas je dat toe in de profielen? Er is een ander bestand die zegt van, nou, je hebt die omzettingen gedefinieerd. Kun je gewoon nog zelf aangeven in welke diepte traject je dat wil gebruiken. En hier tussen 0 en 50 centimeter in maaiveld en hier tussen 50 centimeter en 110 meter. Goed. Nu komen we bij het maatwerk. Dus het tweede hoofdonderwerp van de webinar. Ja, je kunt natuurlijk die database uitbreiden met een text editor. En ja, we hebben zelf gemerkt van, weet je nog wel wat je aan het doen bent, weet je. Dus je moet gewoon... Het is gewoon ontzettend handig als je een gebruikersschil hebt waarbij je gewoon wat dat betreft gewoon een vangrail hebt. En dat je dat gewoon makkelijk op die manier kan doen. En het werkt prettiger. Oké.
En we hebben hem zo gemaakt voorlopig dat alleen maar gewoon dat er een extra eenheid wordt aangemaakt. En helemaal mooi als je het kan combineren met een testbank. Hè, dus die testbank die ik eerder liet zien. Ja, het is gewoon heel handig dat je even een nieuw profiel kan uitproberen om te kijken van wat komt er dan uit in termen van droogteschade of wat dan ook. Dus dan kun je gewoon kun je denken van nou, wat is dit nou de bedoeling? Dus natuurlijk gewoon. En dat is een veel handiger manier dan wanneer je alleen maar naar die PF-bestanden, die KH-relaties krijgen. Want wat zegt dat nou? Je wil gewoon zien wat het oplevert. Nou, dit staat dus allemaal testbank plus voorbeeld van aanpassing, die staan klaar. En ja. Daar heeft Marco het al over gehad. Dus die twee databases. We hebben één eenheid. Een database met één. En eentje met twee. En je ziet dus tussen die twee. Precies wat gedaan moet worden. Om uit te breiden met één eenheid. En die wordt dus gebruikt ook voor de demo. En die staan op SFTP. Ja, en dan komt nu die demo van Equator. Ja, het zorgt gewoon voor een uniforme aanpak en invoer. Ja, het is gewoon een vangrail. En die GUI die staat hier. Dus in de UNSA directory staat die hier. Oké, dan geef ik nu graag het woord aan Marco voor de demo. Ja, dank je, Paul. Dan ga ik mijn scherm delen. Kijken. Deze als het goed is. Nee, dat is de verkeerde. Sorry. Ik heb trouwens er is een vraag van Tristan trouwens. Die aanpassingen, ik weet niet, die is nog niet beantwoord volgens mij. Over de aanpassingen en doorlatendheden. Bij bijna verzadiging. Wat voor vraag is dat? De aanpassing en doorlatendheid bij bijna verzadiging. Is dat nu al onderdeel van de nieuwe iMod rekenversie? Dat zit in de nieuwe database. Het zit niet in die iMod versie, maar dat zit gewoon in de database die erbij geleverd wordt. Dat zit in de LM4.3 rollout. Dus dat is inderdaad geïmplementeerd. Ja, dus hij zit in de database, maar dan niet in de iMod rekenversie. Jawel, ja, want die gebruikt die database. Oké. Is dat helder voor jou, Tristan? Die nieuwe Excel werkt alleen maar goed in combinatie met de nieuwe database en omgekeerd. Dus je moet echt gewoon niet gaan zitten shoppen erin. Je moet gewoon zeggen van we gaan nu over en dan moet je echt alles nieuw doen. Want dan gaan we verder niet of supporten alleen mengvarianten. Dat gaat niet lukken. Ja, voor de duidelijkheid, hè, vanuit de FTP server is dus de testdatabank of testbank beschikbaar, hè, in twee van die files, hè, nummer 1 en 2, zoals Paul dat net uitlegde. En in 1 staat in principe de gebruikersschil, zoals jullie die nu in beeld zien, hè, met een korte toelichting over wat je zou kunnen doen. Hè, dus de stappen die Paul net doorlopen heeft, hè, het aanpassen van Tetasat of het aanpassen van macroporiën in nieuwe bodembouwstenen. En het aanpassen van de schematisatie is wat je zou kunnen doen met die GUI. Die GUI die werkt relatief. Dus die zou je kunnen kopiëren op dezelfde locatie zoals die in de testbank staat. Dan zou die daarop moeten werken. Die GUI staat in 2 versies. 1 in Python. En daar moet je Python voor geïnstalleerd hebben. En 2 als een exe. Dat werkt onafhankelijk van Python. Je moet voor die exe wel wat geduld hebben voordat die start. Hè? Dus heb even geduld. En dat komt omdat die eigenlijk alle Python scripts en dergelijke meeneemt in de exe. Maar hij werkt zoals jullie nu in beeld zien. Ik loop er even snel doorheen. Je kunt hier een bouwsteen aanpassen. Daarbij kun je kiezen uit een bestaande bouwsteen. Dus ik zal er eentje kiezen. Om te kijken bijvoorbeeld voor die ploegzool. Pakken we staringbouwsteen 11. En dan passen we hem aan. Hier geef je een nieuwe naam. Een unieke naam als ik... Dat mag zeggen, als dat niet zo is, dan
passie, geef je zelf weer dat dit geen unieke naam is. Voor deze maakt hij dus, past hij dan straks ook je database aan. Dus je kunt hier je theta sub factor veranderen. Nou, voor macroporius, voor een bouwploegsel, dan zetten we hem op 0. En we passen hier de k sat aan. En voor van genuchten doen we dan niks. Dan zeggen we hier opslaan. Marco, ja? We zien alleen jouw hoofdscherm volgens mij en niet wat je aanpast. Ah, oké. Okay. Dus misschien dat een ander schermpje is wat wij niet zien. Wat oké. Okay. Oh, sorry. Dan moet ik dat nog een keer doen. Even kijken. Dan ga ik even naar... Ik had verwacht dat ik hem erin zou slepen, maar dat doet hij dus niet. Dan ga ik hem opnieuw delen. Maar dan het aangepaste scherm. Sorry daarvoor. Dat is dit. Nou, dan zie je het toch. Dan zie je hetzelfde. Dat is het. Dit is dus het originele scherm. En dan is. Dit. Oh, waarom doet hij nou hetzelfde? Werk je met één of twee schermen? Eén scherm. Okay. Okay, maar deel je scherm of de tool? Ik deel het scherm. Zie je nu dit? Ja. Nu wel, hè? Ja. Dus dit is het scherm om het aanpassen van de bouwsteen. En je vult hier een andere naam in. En je kunt dus de theta-sat-factor, de macroporie, de doorlatendheid en de van genuchten aanpassen. Dan kies je daarvoor opslaan. En als je dit weer sluit, dan... Nou... Dat is vervelend. Kom je weer terug in het andere. Ja. In het andere scherm. Nou sluit die helemaal af, zie ik. Sorry. Het is een beetje knullig. Sorry daarvoor. Waar staat hier nou deze? En dan zie je dit scherm weer. Nou, dat geldt hetzelfde als dat je dit hier voor schematisering van de bodemeenheden zou kunnen doen. Dus ook hier kun je een bodemprofiel toevoegen, dus schematisatie aanpassen. Waarin je dus de schematisatie en eventueel de nieuwe bouwsteen die je gemaakt hebt toevoegt aan je profiel. En vervolgens kun je als laatste stap starten en dan start hij in principe de berekening voor de nieuwe databank. Dus op die manier zou je dus de bouwstenen kunnen aanpassen, zoals Paul net aangegeven heeft, via de GUI. Die GUI die staat dus via, op de FTP-server in uiteindelijk databank 1. Een en ander gaan we ook nog beschrijven in dus het document modelcodes en koppelingen. En Paul, jij wil de resultaten daar kort van kunnen delen. Dus neem jij hem weer over. Sorry voor het, de verwarring een beetje met de schermen. Ja. Zal ik dan even kijken? Ja, zichtbaar? Ja, jij kunt hem overnemen, Paul. Oké. Okay. Ja, dat is een wat andere bouwsteenomzetting. Maar hier laat ik even zien wat er mee gebeurd is met die bouwsteen. We hebben hier een originele. Dat is die bovenste. We zien het nog niet, Paul. We zien het nog niet. Oh, wacht even. Ja, dan ga ik hem tenminste in met het share. Oké, ja, screen. Zo wel. Nee, ja, dan zien we het scherm van, nou, ja. Ja, hij is hem deelt.
groter maakt. Ja, mijn excuus. Ja, okay. Nou zien we. Right, hier heb je dus die op een logaritmische schaal voor de k, dus die originele. En ik heb hier dus even een wat ander voorbeeld dan wat net gegeven is, maar het doet er eigenlijk voor het principe helemaal niet toe. Hier is gewoon met de hand wat dingen veranderd. Er is gewoon een nieuwe neergezet. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Je bent niet gebonden aan die GUI om dingen te doen. Het is maar net wat je het makkelijkste vindt. Maar hier heb ik dus wel, deze is dan wel omgezet. Dus die van genuchte omzetting hier aan het eind. En dan krijg je dus in plaats van dat verloop, krijg je dit verloop. En dat loopt natuurlijk anders, omdat het een logaritmische schaal is. Oké, allemaal leuk en wel, maar je wil eigenlijk gewoon liefst kijken hoe het zit met de rekenresultaten. Nou, we hebben dus ook meegeleverd bij die databases, dus voor deze testdatabase en ook voor de grote database die bij de LAM43 rollout staat. Er zit gewoon een test bij die ook gebruikt is voor die benchmark die ik heb laten zien. En die heeft dit is dan, die zit gewoon test en je hebt UNSA, dus daar heb je de database, is gewoon test. En er staan hier gewoon, het is gewoon de do-bat-file. En je moet, als je iets aan moet passen, moet je wel naar de imp directory, want daar wordt het vandaan gehaald. En er staan ook areas.sat files. Nou, en die staat in principe gewoon voor 370 eenheden, maar die kun je natuurlijk gewoon ook gewoon naar je hand zetten door gewoon gebruik te maken van die file. Als je een ploegschool gaat introduceren, nou dan neem toch die wortelzone natuurlijk gewoon af. Ik ga toch al vanuit dat die haarwortels daar niet doorheen kunnen. Dus je wilt toch eerst even kijken, apart kijken, wat is de invloed van die wortelzoneverkleining. En dan in tweede instantie pas wat de invloed is van die nieuwe schematisering op de hydrologie. Nou, hier ga je hem dus draaien. Oké, en dan komen we dus in die run directory, heb je aan de meterswap MSV, CSV, er zitten in dit geval van die monitoring files. Die zijn veel handiger in dit geval dan de IDF's van... Want die kun je ook gebruiken natuurlijk, maar dit is voor mij de voorkeur, omdat je daardoor gewoon echt een overview hebt van die bijna 200 variabelen die allemaal uitgevoerd worden. Oké, hier zie je wat de uitkomsten zijn in termen van de grondwaterstanden voor 10 jaar. Oké, die blauwe, dat is dus de originele, met een 50 centimeter wortelzone. Als je dan dat inkort, ja, dan krijg je natuurlijk gewoon dat minder uitzakking van de grondwaterstand. Dat trekt minder hard aan het grondwater. En die blauwe lijn zit verder gewoon achter die oranje lijn. Je ziet hem hier af en toe tevoorschijn komen. Maar hij moet natuurlijk eigenlijk erachter blijven, want hij verdampt meer. En dan moet hij natuurlijk gewoon... even kijken. Dus dan moet hij natuurlijk gewoon die grondwaterstand niet door permanent bovenuit piepen. En wat je hier ziet, als je die ploegzool introduceert, dan zie je dus dat hij helemaal niet zo ver uitzakt. Dat komt natuurlijk omdat die slecht doorlatende laag ertussen zit. En tegelijkertijd is hij ook een barrière voor de percolatie. Dus hij slaat de hele grondwaterstand gewoon plat wat dat betreft. Je ziet dus hier dat het hele principe van die van zo'n slecht doorlatende laag gewoon werkt in Metaswap. En dat was eerder niet het geval. Want dat bleek gewoon toen we gingen proefdraaien vorig jaar dat gewoon onzin uitkwam. En je ziet hier nu ook dat er gewoon run-off komt. Je ziet hier in de oorspronkelijke situatie... een heel klein beetje run-off, dus met die ploegzool erin heb je gewoon een keer een 100 mm run-off per jaar. En dit werkt alleen maar met de nieuwste versie, dus je hoeft niet een oude versie dit soort dingen te proberen te, want er was dat gewoon echt een zware bug in en die dus eruit gehaald is. Ja, oké. En dan ben ik gewoon klaar. Zijn er vragen? Ik moet even stoppen met het scherm. Ja, dank je, Paul. Ja. Zijn er vragen? Het was wat veel informatie, denk ik. Ik denk dat dit nog een keer terug te zien is in de video. Kijk er nog eens een keer rustig naar. Er komt dus een soort van handreiking. De testbank is te downloaden via de FTP-server. Daar kun je zelf mee aan de slag. Het beste werkt natuurlijk om zelf aan de slag te gaan met deze aanpassingen die in deze presentatie staan. En ook de presentatie komt op de website van STOA. Zijn er nu vragen? Ik zie verder nu nog niks in de chat. Zijn mensen blij met deze? Om de vraag te stellen, dan kun je dat ook even aangeven. Dan kan ik je unmuten.
Zijn mensen blij met deze aanpassingen die mogelijk zijn aan de database? Het is heel stil. Ja. Ik moet zeggen, ik vond het in ieder geval wel fijn dat deze aanpassingen gemaakt kunnen worden. Het geeft heel veel vrijheid. Hè? Ook maatwerk swap. Is dit een beetje een soort van maatwerk metaswap, waarin je als modelleur veel dingen zelf naar de hand kunt zetten. Op basis van de lokale situatie of op basis van correcties voor de data of eventueel het model. Dus daar is door Paul hard aan gewerkt. Ja, er wordt wat gezegd door, ik vind het moeilijk in te schatten, maar in de praktijk zal het denk ik wat meer mogelijkheden geven bij een kalibratie van een model. Nou, het punt is, dat heb ik nog niet genoemd, het is inderdaad zo, maar je moet natuurlijk dan wel, je moet wel even investeren dan in die database om dat aan te passen. En het voordeel van die database aanpassing is dat je dat echt per laag kan doen van een profiel. Nu is het wel zo dat als je gewoon echt quick and dirty even wel wat wil proberen, dan heb je natuurlijk in Metaswap ook die schaalfactoren. En, maar die, het nadeel daarvan is dat ze dan iets doen voor het hele profiel. Dus de latendheid van alle lagen. Dus je hebt dat ook al voor de calibratie. En daar is ook volop gebruik van gemaakt in het kader van LLM 4.3. Daar hebben we verschillende aanpassingen mee gedaan. Dus dat is ook het onderdeel van die rollout. De instructies hoe je die schaalfactoren precies in kan stellen zoals het LLM heeft gedaan. Maar in principe maakt dit natuurlijk gewoon, ik bedoel, één zo'n profiel opnieuw doorrekenen, dat kost ongeveer een uur op mijn laptop. Dus ja, dat is natuurlijk niet zo dramatisch. Nog andere vragen of opmerkingen? Mocht dat niet zo zijn, dan Herman, denk ik dat we iedereen kunnen bedanken voor de aandacht. En mochten er nog vragen zijn naderhand, dan kun je die altijd stellen aan het consortium en zullen we die proberen te beantwoorden. Waarschijnlijk wordt, zeg maar, als je een weekje wacht, dan staat alles denk ik wel op de store site, verwacht ik. En mocht er naar aanleiding daarvan nog steeds vragen zijn, dan horen we dat graag. En in ieder geval bedankt voor jullie aandacht voor nu. Herman? Ja. Paul, jullie nog iets? Nee, ja, iedereen bedankt. En volgende week is er ook nog een webinar over de slecht doorlatende lagen. Als het goed is, hebben jullie die ook voorbij zien komen. Ik zal even de datum opzoeken. 6 september. 6 september, hè? Ja. Ja. Dus de timing van deze aanpassing is natuurlijk ideaal, want die slecht doorlatende lagen die konden we eerst helemaal niet goed inbrengen in Metaswap. Hij drukte het water er gewoon doorheen. En, ja, maar goed, dat op 6 september weer. Dus ik zou iedereen willen vragen aan de slag te gaan met het maatwerk en met deze aanpassingen, om ervaringen daarvan te delen. En dan horen we graag jullie ervaringen terug. Dankjewel. Dank. Dag. Tot ziens. Ja, bedankt voor de belangstelling.